Ik ben zeer enthousiast geraakt over connectieve opvoeding, omdat ik parallellen zie tussen mijn ontwikkeling als voetballer en de ontwikkeling van de kinderen zoals die achter mij bezig zijn. Kijk, tijdens mijn carrière als voetballer heb ik elke dag keihard getraind om het maximale uit mijn mogelijkheden te halen en op die manier heb ik mijn top kunnen bereiken. De kinderen van de Stichting Kids werken ook elke dag keihard om het maximale uit hun mogelijkheden te halen en op die manier hun eigen top te bereiken. En je ziet ook dat het werkt. Kinderen die in het verleden niet zelfstandig konden zitten, kunnen dat door de connectieve opvoeding nu wel. Kinderen die gedoemd waren hun hele leven in een rolstoel door te brengen, kunnen door keihard te trainen nu al heel voorzichtig een paar stapjes lopen.